Ja, dan mag ik u tot slot nog even voorstellen aan de man die vanaf 1 januari afwisselend met mij het 8 uur journaal gaat presenteren. Rob Trip, als opvolger van Philip Freriks. We kennen je natuurlijk van Buitenhof en van Nova en uit eigen huis van het Radio 1 journaal. Wat wordt voor jou nou de grootste uitdaging om het 8 uur journaal te presenteren? Oei, mag ik daar een hele open deur antwoord op geven? Dat is natuurlijk om een hele goede journaalpresentator te worden. Dus ik heb inderdaad veel andere programma's gedaan, maar journaal presenteren nog nooit. Dat ga ik vanaf 1 januari doen. Dus ik heb nog wel even om in eigen huis misschien wat te oefenen. Nog wat hulp te krijgen van jou en van Philip als hij terug is uit Afghanistan. Maar om daar een soort eigen invulling aan te geven. Zoals jullie dat in jullie eigen uitzendingen ook doen. Dat wordt denk ik de allergrootste uitdaging. Nou ja, ik zou zeggen begin maar alvast met, met de afkondiging. Oh ja. Ja, nou ja, goed. Dan mag ik zeggen dat dit het 8 uur journaal was. Het volgende journaal is om 10 uur. Nederland 2. Ja, ja, klopt. Absoluut. En dan mag ik nu al zeggen dat ik u een heel prettige avond toe wens. Ja, dat doe je goed. Dankjewel. Goedemiddag.